Vandaag is het 5 mei. We vieren dat Nederland 75 jaar geleden werd bevrijd van de Duitse bezetting. Hoe zat dat in Hilversum? Vierden de Hilversummers op 5 mei 1945 hun bevrijding? We moeten daarvoor teruggaan naar de avond van 4 mei 1945. Op die avond capituleerden de Duitse troepen in Nederland, Noordwest-Duitsland en Denemarken dat deden ze op de Luneberger Heide in het hoofdkwartier van veldmaarschalk Montgomery. Die capitulatie ging in op de volgende dag, 5 mei, ochtends om 8 uur. Het nieuws over die capitulatie verspreidde zich als een lopend vuurtje door Hilversum. De euforie was groot. Mannen en vrouwen gingen de straat op om het bericht te delen. Op de groest was het een drukte van belang. Iemand verkocht Nederlandse vlaggetjes en ergens anders werden er vuurpijlen afgeschoten. Blij gingen de Hilversummers die avond naar bed om de volgende ochtend hun bevrijders, de Canadezen zoals ze verwachtten, te verwelkomen. De volgende ochtend, zaterdag 5 mei, stonden duizenden Hilversummers al vroeg langs de Utrechtse weg en de Soestijger straatweg op de komst van de bevrijders te wachten. Maar die lieten zich de hele dag niet zien. Integendeel, de gehate Duitsers reden nog zwaar bewapend door de straten. Hilversummers die de Nederlandse vlag hadden uitgestoken, werd gesommeerd die onmiddellijk binnen te halen. In Loosterrecht kon nog op het nippertje een drama worden verijdeld. Daar waren mannen van de binnenlandse strijdkrachten maar vast begonnen Duitse soldaten te ontwapenen en op te sluiten in het gemeentehuis. De Duitse commandant dreigde met zware represailles als die niet snel weer werden vrijgelaten. Dankzij het optreden van een Hilversumse en een Loostrechtse verzetstrijder liep dat gelukkig nog net goed af. Het zou nog tot maandag 7 mei duren. voordat de eerste geallieerde militairen, verkenners van de Britse Polarbeerdivisie, Hilversum binnentrok. Eerst moesten de Duitse en de geallieerde bevelhebbers nog afspraken maken over de uitwerking van de capitulatie. De Canadese generaal Fox ontbood daarvoor de Duitse commandant generaal Blaskowitz naar Wageningen, naar Hotel de Wereld te komen. Blaskowitz huisde met zijn staf in de Hilversumse villa-wijk Trompenberg. Hij was in een rot humeur en stuurde aanvankelijk zijn stafchef generaal Reichelt, naar Wageningen. Pas nadat Fuchs met zijn vuist op tafel had geslagen en had geëist dat hij zelf zou komen, ging de Duitser op weg. Met een gezicht als een oorworm betrad hij het zaaltje van Hotel de Wereld. Daar zat de verzamelde pers op hem te wachten. De ijdele Fuchs had hij maar al te graag uitgenodigd. Onder de aanwezigen bevond zich ook Prins Bernard. De prins was commandant van de binnenlandse strijdkrachten. Hij was komen aanrijden in een open Mercedes-Benz 770. De favoriete auto van Seyss-Inkwart, de hoogste Duitse gezagdrager in ons land. De binnenlandse strijdkrachten hadden die op de kop getikt en aan de prins gegeven. Ze wisten dat die ook van mooie auto's hield. Blazkewits vertelde folks dat hij alle gegevens die de KND's nodig had pas de volgende dag kon aanleveren. Fox ging daarmee akkoord. Op de terugweg naar Hilversum reed Blaskwits langs Leersum. Daar stond een groep Nederlandse SS'ers op het punt... dertig inwoners van die plaats te fusilleren. Blaskwits stopte. En hij kon nog net voorkomen dat die groep onschuldige burgers... die al verwachten dat hun einde was gekomen, werd doodgeschoten. De volgende dag ging Blaskowits terug naar Wageningen, overhandigde de gevraagde gegevens aan de Canadezen en tekende het document met de afspraken over de uitvoering van de capitulatie. Daarin stond onder meer dat de geallieerden de volgende dag Utrecht en Holland zouden binnenrijden. Zo kwam het dat de Hilversummers moesten wachten tot 7 mei, totdat zij. Tegen het middaguur door de Polarbeers werden bevrijd. Veel meer daarover kunt u lezen in het boek De Polarbeerdivisie De Bevrijding van Hilversum, geschreven door Pieter Hogemraad. Het is verkrijgbaar bij Boekhandel Voorhoeven. Ze komen het in deze crisistijd bij u thuis brengen.